allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we de binnenkant van het oortje van Stitch maken. En het heeft al wat gepuzzel gekost, daarom heb ik er alvast eentje gemaakt, zodat ik wist hoe het moest. Net zoals bij de voeten en bij de armpjes. Maar nu weet ik het, dus laten we snel gaan beginnen. Ik heb deze blauwe nog gebruikt, zodat dit mooi de binnenkant wordt. En ik heb een aardig lang stuk overgehouden, zodat ik dat mooi kan naaien. Want dat zul je wel nodig hebben, denk ik. Dus laten we snel gaan beginnen. Er staat hier met licht roze, maar dat doe ik niet. Ik ga het gewoon met deze blauw doen. Als jij het in licht roze wil, mag dat natuurlijk altijd. Maar ja, ik doe dat liever niet. We gaan in totaal 21 losse haken. Dus dit zijn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En nu gaan we eigenlijk aan iedere kant gaan we een rij met vaste doen. Dat is dus wat je hier hebt gecreëerd. En dat gaan we hier nu ook doen. Dus ik pak iedere keer een lusje. En vanuit dat lusje ga ik een vaste maken. En dat is 20 keer. Dus in totaal heb je 40 vaste dadelijk gehaakt. En dadelijk moeten we natuurlijk ook nog de andere kant op gaan. En ik haak nu wat rustiger, zodat jullie het ook beter kunnen zien. Want dit is best wel een lastig patroon, kom ik achter. Is te doen, maar best wel lastig. Dus ik ga het zo langzaam mogelijk. Dus ik denk dat dit ook weer een extra lange video wordt. Net zoals de ogen. Ben ik blijkbaar heel goed in. En dan gaan we daar naar de andere kant doen. Ik heb dus continu, alleen in dat ene lusje, heb ik dus een vaste gehaakt. Want dadelijk aan de andere kant moeten we het andere lusje pakken. Dus je vaste bestaat uit drie lusjes of de losse. Dus we hebben nu de ene kant gepakt en we gaan dadelijk naar de andere kant. Zo. Nou, dan hebben we één kant met vaste gedaan. Nu gaan we hem omdraaien. En nu zie je hier ook nog allemaal lusjes. En ik ga rustig, probeer ik dat lusje te pakken. En daar probeer ik dan mee te haken. Kom op, even meewerken. Soms wilt het niet zoals je het ziet. Maar iedere keer pakken we dat lusje. Dus dat lusje. En dat moet je dan ook steeds doen. Want je hebt namelijk nog een lus erachter. Want een losse bestaat uit drie lusjes in totaal. En we pakken nu de andere kant van de lusjes. En dan hou je hier nog één lusje over. Die zit namelijk daar. Ja, dat kan ik niet heel goed laten zien. Maar ik doe mijn best. En om te zorgen dat je dus alleen maar deze lusjes pakt, creëer je dus dat je die losse ketting hebt weggehaakt in principe. Mijn stem die gaat weer de verkeerde kant op, zoals je merkt. Gewoon rustig kijken. Ik heb liever dat je er wat langer over doet dan dat je het snel doet, want hier moet je wel een beetje concentratie bij houden. En wat ik zelf doe, is ik doe mijn haaknaald doe ik tussen de twee lusjes duwen. En ik duw hem dus niet zo, want dat heeft niet zo heel veel zin. Maar ik duw hem zijwaarts. Dus ik leg de haaknaald zo en ik duw hem er zo doorheen. Oké, en de laatste. Nou, en ik maak hem weer vast hier aan het eerste. En dan hebben we hem klaar. En zo ziet hij er dan uit. Dan gaan we gelijk verder. We gaan 12 halve stokjes haken. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oh, en deze gaat niet goed, merk ik. 9 en 10. 11 en 12. Mooi. Nu gaan we een stokje haken en dan 4 keer. Dus 1, 2, 3, 4. Dan hebben we 4 stokjes. 2 stokjes in 1 vast en dat 4 keer. Dus dan hebben we hier het eerste 2 stokjes in 1 vaste. Dat is de eerste keer. Dan is de tweede keer 2 stokjes in 1 vaste. Oké, waar ik dus net achter kwam is, ik heb hier de laatste gehaakt. Maar eigenlijk zou het een beetje, dan zou ik daar stoppen. Dus eigenlijk zou ik eentje verder moeten gaan, maar dat ziet er ook heel raar uit. Dus ik ga gewoon nu door. Dat zat ik net in één keer te kijken, daarom dat ik even gestopt ben met filmen. En omdat er iemand mij belde. Heel fijn. Dus ik haak nog 2 keer 2 stokjes in 1 stokje. Zo. Nou, en dan zijn we er. Maar omdat ik hier niet eentje te laat ben, zal ik waarschijnlijk door moeten met de stokjes. Even kijken, dus dat zijn 4 stokjes. 1. 2. 3. En 4. Kijk, want hier ben ik namelijk hier gestopt en hier geëindigd. Dus nu zit het niet zo ver meer. Dus in plaats van 4 maak ik er 6 van. Dus ik haak er nog 2 bij om te kijken of ik dan recht zit. Ja, nou zit ik ongeveer recht. Nou, en dan gaan we verder met de halve stokjes. En dat zijn er 12. Dus dit is 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Nou, dan hebben we precies, nu klopt het weer. Yes, ben ik blij om. Even kijken. En dan 2 vastes. Dus dat klopt ook. Je moet altijd eindigen op de hoek. Dus, tadaa, dan zijn we precies in het midden gestopt. Dus dat klopt ook helemaal. Nu gaan we door naar de volgende. En dat zijn de halve stokjes van 10 vasten. Dus dat is hier beginnen we. Dus 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dus 10 halve stokjes en dan 9 stokjes. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan hebben we dat. En dan is het stokje in een vaste. Dus dat zijn er volgens mij dan, even kijken hoor. Ja, dus 2 stokjes in 1 vaste, dat 4 keer. Dus hier, dit is de eerste met 2 stokjes. En dan gaan we de tweede vaste met 2 stokjes haken. En dan de derde met 2 stokjes haken.
En de vierde met twee stokjes haken. Nou, en dan hebben we die ook. Dan gaan we 9 stokjes haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Even kijken, 7, 8 en 9. Nou, dan hebben we deze dus ook gedaan. En dan zijn we ook precies weer geëindigd op dezelfde hoogte. Nou, dat is wat we wilden natuurlijk. Nou, en dan is het 10 halve stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan hebben we er 10. Nou, dan ga ik hem met een halve vaste afsluiten. En dan hebben we deze klaar. Ik knip hier ook weer een aardig lang stuk af. En dan kunnen we die zaak naaien op de andere oor. Oké, en we gaan beginnen met de blauwe. Ik heb daar nog geen voorbeeldje van, omdat het eigenlijk net zo makkelijk is als deze. Dus die wilde ik gelijk gaan haken nu. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen dan meer toeren erbij. Dus we gaan 21 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21. Nou, nu is het net als bij de lichtblauwe, we gaan vaste haken. En in dat ene lusje. Dus iedere keer een vaste haak in dat ene lusje. En ik hou hem op deze manier vast. Ik weet niet of er een makkelijkere manier is om dit vast te houden. Dat vraag ik me nu even af. Maar ja, wie weet. Ik weet het nog niet helemaal. Dus. Ja, we zijn bijna klaar. Dus dan gaan we naar de overkant toe. Dit is eigenlijk een beetje het makkelijkste gedeelte natuurlijk. Want dat was ook bij de lichtblauwe. Dus in dat ene lusje. En dan draaien we om. En er zitten aan deze kant ook nog allemaal lusjes. En daar gaan we nu weer verder haken. En ik probeer hem nu mee te haken. Want bij die andere lukte dat niet. Maar ik wil het eigenlijk wel. Want dan zie je de draad niet zo goed meer. Want dat zie je nog wel eens regelmatig. Nou, ik laat het draad nu weg, want die hoeven we nou niet meer te hebben. Of hij gaat gewoon automatisch meegehaakt worden, dat kan ook. En dan zijn we bijna weer aan het einde van deze ronde. Kijk, soms zie je dat ik hem niet goed te pakken krijg. En we zijn aan het einde. Joepie. En ik maak hem vast. Heb eens. Even kijken, nu is het 12 stokjes, maar omdat ik deze nog niet gehaakt heb, weet ik niet of het klopt. Want bij die andere heb ik dat al wel gezien, maar hier is gewoon 12 stokjes. Dus ik denk dat dit de bovenkant is. Even kijken, ja. Oh, wacht even, ik ben te snel geweest. Het is inderdaad 12 stokjes. Ik heb namelijk de eerste heb ik gehad. Nou, daar zijn we nu mee klaar.
En nu gaan we 6 halve stokjes haken. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5. Zeg ik nou half of hele? Ik zeg halve. En dan ga ik hele haken. Echt een beetje niet aan het opletten. Dus 2, 3, 4, 5, 6. Oké, nu gaan we 2 halve stokjes haken. In elke vaste naald 4 keer. Wacht even, dit klopt niet. Oké. Dus dat heb ik niet goed gezien. We gaan eerst 12 vaste haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Oké, nou klopt het weer. Ik wou zeggen, dit klopt helemaal niet. En nu dus zelfs halve stokjes. Dus les. 2. 3. 4. 5 en 6. Dan ga ik er 5 van maken. Want we moeten nu gaan meerderen. Dus 2 stokjes. 2 halve stokjes. In elke vaste, en dat 4 keer. Dus dit was 1. Dit is 2. En 3. En 4. Oké. Nu hebben we dat ook gedaan. En nu gaan we even kijken. 6 halve stokjes weer haken. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ja, nou klopt het dus ongeveer. En dan gaan we 12 vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ja, dit klopt ook. Nou, mooi. Zijn we bijna precies. We zijn precies, maar volgens de dingen niet. Maar volgens mijn oog wel. Even kijken, dan gaan we naar de derde. En dat is, en dan ga ik heel even mijn touw weer uitrollen, dus ik zie je zo. Oké, ik heb hem weer uit de knoop gehaald, dus we gaan weer verder met 10 halve stokjes. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Oké, we gaan naar de 10 stokjes. We hebben het net 10 halve stokjes gedaan. Dus nu 10 stokjes. Dus 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ho, ik ben eentje te ver naar laag, naar beneden gaan. En dit is dan 10.
Dan gaan we nu twee stokjes in iedere vaste doen en dat vier keer. Dus vier keer twee stokjes in één stokje. Dus dit is 1, 2, 3, 4. Vier vaste met twee stokjes in één stokje. Zo ziet het er zo uit. En dan gaan we nu weer 10 stokjes haken. Dus dat is 1. Even mijn draad uitrollen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. En 10. Oké, loopt het gelijk? Ja, ongeveer, ongeveer. Even kijken. En dan is het nu weer 10 halve stokjes. Dus, dat is 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dus nu zijn we eigenlijk precies weer in het midden geëindigd. En dan staat hier dat we 4 en 5, dus 2 toeren vasten en vastie gaan haken. Dus dat gaan we dan maar doen. Als ik klaar ben, kom ik terug en dan gaan we samen weer verder. Oké, ik ben klaar en zoals je ziet is het een beetje bol gaan staan, maar dat is niet erg. Dus ik ga deze even afhechten. En deze, die komt dadelijk hier. Oh mijn god, nou begint dit echt een oor te worden. Dus... hier ga ik niet zo'n heel lang kort aan maken, omdat dit gewoon, ja, die hoor je daar gewoon aan de vaste te zetten en meer niets. Dus dat is het ook wel. Nou, dan gaan we hem ook maar gelijk vastnaaien, als we dan toch bezig zijn, hè. Dan doen we dat maar gewoon. Dus, we gaan hem daar ook dubbel vouwen. Dus dit gedeelte gaan we zo doen, zodat hier een kuiltje in komt. En dan komt hij hier aan. Oh, nou begint hij bijna af te raken. Joepie. En eigenlijk wat we gaan doen is ongeveer per losse gaan we dus nu naaien. Niet precies. Maar je moet opletten, want ik heb het dus nu fout gedaan. Je moet dus proberen om tussen de vastes door te naaien. Want anders ga je het zien aan de buitenkant. Oh, fijn als het ook mee wil werken. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga hem hier aan de binnenlijn ga ik hem vastnaaien. Zodat je het niet meer ziet. En dan weer hetzelfde. En dan probeer iedere keer een stukje, die haal ik even weg, vast te naaien. Dus je mag het natuurlijk niet aan de buitenkant zien. Mocht je dit moeilijk vinden, dan kun je het altijd op deze manier doen. Zodat je hem vasthoudt, erin steekt. Twee vaste pakt aan de achterkant. En hij wil die scherp stellen. Twee vaste en dan weer in de vaste. En dan pak je de volgende vaste. Weer twee van de binnenkant. En dan weer een vaste van deze kant. Zo kan je het ook doen. En dan moet je wel iedere keer een beetje uitkijken waar je hem pakt. Maar in principe... is dit het. Zo. En probeer niet om te dicht erbij te zitten, anders ga je dat ook weer zien.
Dus wat je ook kan doen, is dat je een bol maakt. Maar nee, dat gaat niet lukken. Ik wil zeggen, misschien dat dat nog werkt, maar helaas. Zo. Nou, en dit moet je eigenlijk gewoon de gehele toer doen. Easy peasy. Niet te hard trekken, want anders dan gaat hij niet meewerken. En daarom zei ik ook dat je een lang koord moet behouden. Want daardoor zie je het verschil. En dit gebeurt ook wel regelmatig. Maar doordat je hem op deze manier naait, zie je het aan allebei de kanten niet. Want dit ga je daar dubbel slaan, zo. En dan zie je het ook niet meer zo. Hupsakee. En soms moet je even kijken, want nu heb ik hem bijvoorbeeld niet erachter gepakt. Dus af en toe kan het een beetje moeilijk zijn. Nou. En dan zit hij vast. Dan ga ik hier een soort of lusje creëren. Dus dat doe ik eigenlijk op het blauwe gedeelte. Dan pak ik een lusje van het donkerblauwe. Dan trek ik hem aan in het gedeelte waar we hem dadelijk plat drukken. Dus dat zie je daar toch niet. En dan berg ik hem nu op tussen de vastes. En dan sla ik een lusje over en ga ik terug. Sorry. Oh, niesbui. Nou, en dan zit hij. Dan kun je de laatste stukjes nog even afknippen. En dit kun je eventjes naar binnen duwen. En wat je ook nog kan doen, daar heb ik er niet aan gedacht, is de goede kant ook naar buiten. Maar ja, dit is op zich wel... Nee, dit is de goede kant. Ja. Oké, dan weet ik het ook niet meer. Dus dan gaan we deze aan het oor maken. We gaan hem dubbel doen. Dus ik ga naar achteren toe met de naald. En dan ga ik hem gelijk zo rechtstroven doen. En dan hoort hij een beetje langs het oog te zitten. Dus dat is ongeveer bij het zwarte gedeelte. Zo, en dan een beetje naar achteren. Dus dat wordt nog eens wat met vastmaken. Ik ga toch nog even naar voren toe. En dan gaan we een was maken. Ik weet hier nooit een goede houding voor, mensen. Mochten jullie daar een tip voor hebben, laat het me weten. Want daar heb ik af en toe nogal wat moeite mee. Oké. Zo. Nou, en nu zou je misschien denken, hij zit niet goed vast, maar dat komt nog. Want dit is alleen dat ik de onderkant wat beter vastmaak. Maar dadelijk, dan gaan we hem ook nog aan de zijkant. En daar snap je nu waarschijnlijk helemaal niks van. Ik ook nog niet. Maar dat komt wel goed. Ik trek hem ietsje aan. En dan gaan we hem hier vastmaken. Dus hij mag een beetje omhoog staan. Dus dit gedeelte waar mijn vinger nu zit, dat gaan we nog vastmaken. Dus ik ga even kijken, waar zit ik met mijn naald hier. Dan ga ik naar de binnenkant toe. Pak ik een vaste. En dan weer. Dus je gaat niet door het hele oor heen, maar alleen door het blauwe heen. En hij blijft altijd wel een beetje hangen. Want ja, dat is het gewoon. En dan een beetje openzetten. Nou, tadaa. En ik ga hem nog wel even ietsje beter vastmaken.
even een langer touwtje behouden. Met mijn vinger aandrukken. En dan zit hij. Yes, we hebben een oor. Oh, lachen. Nou, dat is het eerste oor. Nou, dan moet je hem een beetje zetten zoals jij hem wilt. Nou, ik ga het andere oor nog even erbij maken. En als ik klaar ben, kom ik terug en dan zie je het eindresultaat. Yes, ik heb ook de tweede klaar. Het kost me even wat tijd, maar dan heb je ook wat. Dus deze ga ik nou ook gelijk bevestigen aan Stitch, de hoofd. En hetzelfde als bij de andere. Een beetje bij het zwarte gedeelte van het oogje. En net een beetje losser. Oké. Dit moet wel goed zijn, denk ik. En dan gaan we hem hier vastmaken. Zo. Dan gaan we nu naar de bovenkant om boven de oortjes vast te zetten. Want ja, anders ziet het er niet echt uit. Ik trek het nog een beetje aan. Want dan weet ik tenminste zeker dat hij vast zit. Flink aantrekken. Erg belangrijk. Ja, ik vind het nog steeds een beetje raar, mensen. Maar ja, ja, dat is gewoon een blauwe monstertje. Zo. Dan ga ik hem vastzetten met een lusje. En bovendien is die klaar! Ja! Woehoe! Oh, nice! Oh, nou, hij is klaar, mensen. Onze Stitch. Hij heeft geen mond, maar dat vind ik op zich niet heel erg. Ik vind hem hartstikke leuk zo. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!